Alright, het is 1 uur. Goedemiddag iedereen. En welkom bij ons webinar Social Media Magic met Photoshop. Wij hebben samen 3 kwartiertjes de tijd en ik ga op die tijd met jullie doorheen een project lopen voor social media, een banner. Maar ik ga er nog iets extra aan toevoegen, een klein beetje een animatie in Photoshop. Dat we ook gaan doen, zodat we een videootje kunnen maken op het einde van de rit. Maar de kern zal zijn dus de constructie van een middel of een visual voor social media. Alright. Goed, kan iedereen mij goed horen en zien? Er is aan de rechterzijde een chatbox waarin jullie kunnen typen. Dat kan ook handig zijn indien er vragen zijn. Dan kunnen jullie gerust die daarin posten. Oké, geen vragen. Ik veronderstel dat iedereen mij dan goed zal kunnen verstaan. Prima. Goed, ik ga van start gaan om een keer eventjes te laten zien waar dat we naartoe gaan werken. Ah, oké, Ingrid reageert. Dus jij kunt mij goed verstaan, dank u. Anne ook, welkom Anne. Kal, yes, Caro ook. Oké, prima. Goed, ik ga een keer eventjes laten zien wat het eindresultaat ongeveer zal zijn. Ik ga op die 45 minuutjes niet voldoende tijd hebben om het helemaal te maken zoals wat dat jullie gaan zien. Ik ga eventjes mijn scherm delen. Voor de mensen die onze communicatie online hebben gezien, of dit videootje alleszins. Ik ga het eens eventjes ook afspelen, maar ik ga het eindproduct laten afspelen. Dus ik heb dat hier op mijn bureaublad staan. Voilà. Dus zoals je kunt zien, dit was het eindproduct van een snelle opdracht die ik moest uitvoeren om 3 webinars te gaan promoten. Nu, alles wat je hier ziet, hè, die video die afspeelt, dat is dus volledig in Photoshop gemaakt. Misschien is dat al nieuw voor sommigen onder jullie, hè, het gegeven dat je daarin kunt gaan animeren. Maar ja, dat kan perfect. We kunnen ook video gaan bewerken in Photoshop. Maar natuurlijk, de kern van Photoshop ligt toch wel op het gebied van fotomanipulatie en ook compositing. En dat is wat dat we nu zien natuurlijk. Dit is wat we noemen eigenlijk een composite. Een beeld dat samengesteld is uit meerdere beelden. We zien hier die grafische elementen bijvoorbeeld, die magenta-elementen, lijnen en octagonen, die blobs dat zo op het scherm zijn, die wiggly lines zijn allemaal grafische elementen. We hebben ook die 2 personen die eigenlijk uit een andere foto komen, uiteraard. Ik ga jullie straks ook tonen waar ben ik daar aangeraakt en hoe heb ik die eigenlijk bewerkt om ze hierin te gaan stoppen. En dan natuurlijk ook de banner van Typographic zelf is daar ook aan toegevoegd, van Talent Academy, beter gezegd. Dus ik ga jullie op 45 minuutjes een keer door het proces sluizen hier of loodsen. Hoe dat ik zoiets opbouw. Het gaat dus een deel gaat vooral gaan over ja, hoe construeert je zo'n file? Wat zijn best practices om dit te gaan aanpakken? Want het ding is ook, dit sluit een beetje aan op een toekomstige webinar over Photoshop, waar dat we nog veel dieper ingaan op al de dingen die je vandaag ook gaat gaan zien natuurlijk. Dus maar ik ga jullie toch al zoveel mogelijk informatie op 45 minuutjes meegeven. Alright. Klinkt dat goed voor iedereen? Ik kan nog eventjes mijn eigen tronie laten zien. Ik hoop dat dat goed klinkt voor iedereen. Absoluut. Oké. Alright, kijk, Sarah, Ingrid, super enthousiast. Alright, goed. Laten we dan van start gaan, zou ik zeggen. Ik ga een nieuw documentje starten in Photoshop. En dan gaan we onmiddellijk bij een zeer belangrijke vraag aankomen, die ik ook aan jullie ga stellen zo direct, zo dadelijk. Goed.
Als we in Photoshop beginnen aan iets voor social media, hebben we natuurlijk best afmetingen nodig. Nu, afmetingen, daar kun je op 101 manier nageraken, maar voor de mensen onder jullie die al vaak voor social media werken, die weten dat Facebook zijn eigen formaten heeft, Instagram heeft zo zijn eigen formaten, LinkedIn heeft zijn eigen formaten, Eventbrite, you name it, 101 platformen en elk mijn eigen afmetingen. Aan die afmetingen geraken, of de correcte afmetingen geraken, is niet zo eenvoudig, zeker voor mensen die nog niet vaak voor die platformen of voor die media hebben gewerkt, is dat niet altijd evident. Waarom? Omdat dat vaak, dat je het bos door de bomen niet meer ziet, om het zo te zeggen, online. Nu, mijn eerste gedachte, als ik formaten nodig heb voor het web, ja, dan ga ik gaan zoeken online naar wat de courante afmetingen zijn voor iets dat ik moet maken, natuurlijk. Dus ik heb hier eventjes een webpagina opengezet, gewoon een Google search gedaan. Ik wil tijdens dit webinar een Facebook event foto gaan maken. Dan moet je natuurlijk weten wat de afmetingen zijn van een eventfoto. En ja, het zal misschien de mensen die ermee vertrouwd zijn niet verwonderen, maar Facebook heeft dit jaar nog maar eens de afmetingen daarvan aangepast. Die doen dat heel vaak. Wij hebben een gelijkaardig probleem eigenlijk. Die doen dat regelmatig. En dat is dus een probleem dat je bijna niet weet, ja. Wat dat de courante formaten zijn. Nu, voor de mensen die daar vaak naar op zoek zijn of die zo die informatie nodig hebben, kan altijd handig zijn om in Google een keer in te typen social media cheat sheet. Voilà. En dan ga je wel 101 resources vinden met eigenlijk een heel blad waarin dat je van alle courante platformen afmetingen gaat kunnen vinden. Een andere goede plek om afmetingen te vinden is Spark. Voor de mensen, Ingrid de Schepper, waarom doen ze dat? Ja, die mensen hebben ook werk nodig natuurlijk, hè, Ingrid. Dus en stilstaan is vergaan, zou ik zeggen. Dus ja, Facebook is een platform dat eigenlijk bijna elke dag wel een mini-update ergens krijgt. En dat is allemaal, ja... Voor de user interface en de user experience eigenlijk te gaan verbeteren. Ze voegen ergens één functie toe en dan gaat er ergens anders wat plaats moeten gewonnen worden. Maar het gebeurt dus heel vaak. Nu, Spark is ook een goede plek om formaten te gaan vinden. Natuurlijk met die kanttekening dat je in Spark niet altijd je afmetingen in pixels gaat zien. Dus als ik hier bijvoorbeeld ga zeggen, oké, ik ga hier een custom size graphic. Als ik er hier doorga, kijk, je krijgt ze nu wel te zien, maar in Spark heb je dus allerlei categorieën. Daar zitten heel veel platformen in en de afmetingen staan daar ook bij. Nu, wij hadden daarnet een Facebook event, dus ik ga er eventjes kijken of dat die hierbij staat. Jawel, en die is ook aangepast, zien we. Dus dat is wel het mooie aan Spark natuurlijk, die houdt alle beschikbare formaten zo snel mogelijk up-to-date. En zoals dat je hier kunt zien, zijn ze mee met de wijzigingen aan het eventcover formaat. Dus wij hebben de correcte afmetingen. Goed. Dus dit is een goede plaats om alles te vinden. Of zoek een keer naar zo'n social media cheat sheet en dan beschik je meteen over alle mogelijke formaten voor alle platformen. Goed. Nu, die afmetingen hebben we nodig. Ik heb hier gevonden voor de Facebook event cover dat die 1920 op 1050 moet zijn. Dus ik geef die twee hier in het nieuwe documentvenster van Photoshop. Goed, en dan komen we hier bij een belangrijke optie. Een waar dat heel vaak vragen om zijn, rond zijn. En dat heeft te maken met de resolutie. Nu, wat betreft die resolutie. Een vraagje aan iedereen die aan het kijken is, wie is er vertrouwd met het begrip van retina-optimized images? Ik wil er eventjes mijn gezichtje terug laten zien. Dus de vraag was, wie van jullie is er vertrouwd met high-definition images of retina-optimized images? En wat dat eigenlijk wil zeggen voor het web?
Is weergave op het beeldscherm? Ja, een beetje. Zijn er mensen die totaal geen idee hebben waarover dat gaat? Oké, Anfas weet dat niet, dat is goed. Ja, hogere resolutie. Oké, het gaat wat in die richting, Karel. Ik illustreer dat het liefst met dit ding. Eventjes tonen. Oké. Goed, wat jullie nu zien op het scherm is de 15-inch MacBook Pro. De 15-inch MacBook Pro die bestaat al jaar en dag, maar in 2012 werd dat ding uitgerust met een retina-scherm, noemden ze dat. Nu, het is niet verwonderlijk dat je daar nog niet van gehoord hebt. Retina is ook een term dat Apple zelf heeft uitgevonden, om een beetje verkoopstactiek, hè, om iets speciaal mee te geven aan hun toestel. Maar de meeste van jullie kennen dat principe wel uit de televisiewereld, of beter gezegd van uw eigen televisie thuis. Als wij generatiegenoten zijn, dan hebben wij allemaal de opkomst van de HD-TV gekend. En dan plakte er een mooie sticker op een TV: HD Ready. Als je de dag van vandaag een TV gaat kopen, dan slagen ze je omver met de 4K en de 8K-televisies. En eigenlijk gaat dat over hetzelfde principe. Dus even teruggrijpend naar de 15-inch MacBook dat je hier ziet. Stel, jij kocht je dat toestel in 2012 nog, begin 2012. Dan hadden wij een MacBook Pro zonder retina-scherm. Nu, wat was de kwaliteit van dat scherm, om het zo te zeggen? Dat scherm had 1440 pixels op 900 pixels in de hoogte. Oké? En dat is heel belangrijk voor het web. We spreken daar eigenlijk altijd over pixelafmetingen en niet over millimeters of inches. En in mijn ogen zijn ook DPI's relatief. Nu, Apple gebruikt het woord DPI en de hoeveelheid daarvan wel om zijn toestellen aan te prijzen. Maar in principe is dat relatief en moet je alleen gaan kijken naar de kwaliteit in pixels van dat scherm. Dus begin 2012, dit scherm was nog 1440 op 900, maar dan kwamen ze met het Retina-scherm in de MacBook uit. En dan plots hadden wij een scherm waarin dat 2880 op 1800 pixels zaten. Dubbel zoveel pixels. Maar dat 15-inch scherm was fysiek nog altijd een 15-inch scherm. Dat is geen micrometer groter geworden bij die een update. Gewoon meer pixels in. En dat is eigenlijk een belangrijke als je goed beeldmateriaal wilt gaan produceren voor het web. Dus als jij optimaal beeldmateriaal met een optimale kwaliteit wilt gaan produceren voor het web, dan moet je daar rekening mee houden. En dat gaat een beetje wennen zijn in het begin. Je moet daar wel naar op zoek gaan. Als we bijvoorbeeld ook gaan zoeken wat dat de coverfoto is voor een Facebookpagina, dan gaat dat ergens rond de 820 op 316 liggen. Wel, voor een MacBook Pro met een Retina-scherm, en er zijn ook veel PC's die een high DPI-scherm hebben, moet je eigenlijk dat formaat verdubbelen. Okay? Maar dat gaat voor sommigen die daar nog niet mee vertrouwd zijn, al een keer een brug te ver, heb ik gemerkt. En dat is even een klik dat je moet maken. Maar waar wil ik op uitkomen? Dat het totaal zinloos is eigenlijk van een hoger DPI te gaan instellen in Photoshop. Want als we kijken naar Photoshop en de resolutiesetting dat we hier hebben, dan kun je zeggen: oké, ik wil dat dat 300 dpi is. Maar zoals dat je kunt zien, verandert dat niets aan de pixelafmetingen hier. Dus of dat ik dat nu op 300, 3000 of 30 zet, dat maakt niet uit. Het belangrijkste voor het web zijn je pixelafmetingen. Dus zorg dat je die juist hebt. Okay. Er kunnen ook nare dingen gebeuren online als je niet het juiste formaat aanlevert. Facebook gaat scalen, gaat je beelden comprimeren, die kunnen er slechter gaan uitzien. Dus het is heel, heel belangrijk om naar het juiste formaat toe te gaan werken en dan ook de pixelafmetingen. Goed. Alright, nog tipjes hier voor het web. Ik ga bij Color Profile werken met Don't Color Manage. Normaal is dat de standaard. Waarom is dat belangrijk? Wij willen een RGB-beeld op het eind van de rit gaan outputten dat zich aanpast naar gelang het scherm waarop het geladen wordt. Alle schermen hebben een kleurprofiel, net zoals bij CMYK hebben printers een kleurprofiel, schermen hebben dat ook.
Maar als je er dus al een kleurprofiel aanhangt, gaat er een omzetting gebeuren op het einde van de rit, wanneer je ding getoond wordt in een browser. Dus het is eigenlijk best van dat op Don't Color Manage te gaan zetten hier. Okay. Goed, verder hebben we hier geen superbelangrijke settings. Ik ga er eentje wel nog vermelden en dat zijn de artboards. Die gebruiken we tijdens dit webinar niet, maar dat komt wel aan bod in ons volgende Photoshop webinar. Ik ga dat misschien straks wel eventjes snel laten zien wat dat de significantie daarvan is van artboards. Die zijn niet onbelangrijk, maar voor deze oefening ga ik ze achterwege laten. Ook om de simpele reden, ik wil straks een klein beetje animatie stoppen in mijn creatie. En dan gaan artboards ons tegenwerken op het moment van export. Dus we laten dat wel staan. Goed, klik op Create en we hebben ons document. Ik ga eventjes de werkruimte resetten naar de Essentials Workspace. Voilà, dan hebben wij aan de rechterkant onze library staan en de nodige panelen. Ik ga een klein beetje uitzoomen. Oeps, moet ik zijn. Goed, nu, voor mensen die ook nog de vorige webinars hebben gezien, ik start altijd graag met het aanmaken van een library, een nieuwe Creative Cloud Library. Ik ga dat nu ook eventjes doen. Dus Magic ga ik die gewoon noemen. Ik ga Magic. Voor wie dat is. Dus ik noem die gewoon Magic en ik klik op Create. Nu, ga ik dat nodig hebben? Ja, want ik ga het gebruiken. Niet iedereen gebruikt CC libraries, maar ik maak er toch maar al eentje klaar. Enkel en alleen voor deze opdracht, voor het geval ik die nodig zou hebben. Oké? Dus dan heb ik dat maar al staan. Nu, we hebben natuurlijk beeldmateriaal nodig. En ja, mijn advertentie dat ik heb laten zien, of mijn video beter gezegd, die is uiteraard niet uit het niets gekomen. Dat is iets dat ik in gedachten had losjes. Ik dacht aan twee mensen die op en neer zweven, dat we die mensen vleugels gaven met onze webinars. Dat was een beetje het idee. En ik had ook nog wel blitse grafische elementen nodig. Dus ik ben een keer op zoek geweest en er zijn veel plaatsen waar dat je dat kunt gaan halen. Nu, voor dit webinar ga ik gaan kijken op Adobe Stock. Wij zijn een van de lucky few, of van de gelukkigen die een abonnement hebben op Stock. Ik veronderstel dat er hier wel meer mensen aan de slag gaan met Stock fotomateriaal. Het zij gratis, het zij betalend. Hè. Iedereen kent Shutterstock ongetwijfeld. Wel, als je iemand bent die een abonnement heeft op Shutterstock, dan zou ik wel een keer aanraden om het vergelijk te maken met Adobe Stock. Nu, het is dezelfde kwaliteit van beeldmateriaal, de prijzen gaan iets lager liggen, denk ik. Maar waar het mij vooral om te doen is gewoon de eenvoud van de integratie die we hebben met onze applicaties. Dus Adobe Stock is als dienst van Adobe uiteraard verweven met alle applicaties, met de hele cloud eigenlijk. En zodra dat je daar een abonnement op hebt, nu, je kunt dat altijd, maar als je een abonnement hebt, kun je ook aankopen natuurlijk. En zoals dat je hier kunt zien, hier rechtsboven in je CC Libraries paneel, kun je gaan zoeken. En die zoekfunctie die gaat gaan zoeken op Adobe Stock en in al je libraries. Dus ik dien hier gewoon maar een zoekterm in te geven. Ik neem nu eventjes jumping. En dan krijg ik van Adobe Stock een hoop zaken te zien. Nu, wat gebeurt er hier als we die willen gaan gebruiken? Of als we daar mee aan de slag willen gaan? Wel, er zijn hier twee dingen dat je kunt doen. Je kunt die afbeelding, dat je wel leuk vindt, als ik eens even ga kijken. Iemand die fancy omhoog springt bijvoorbeeld. Hoeft niet fancy te zijn. Ik ga ook geen te makkelijke foto nemen. Ik sleep deze foto gewoon in mijn document onmiddellijk. En zoals je kunt zien, wordt dat ding geplaatst. Nog eventjes bevestigen. Voilà, goed. Nu, ik heb dat niet aangekocht, dit. Dus dat is nog lage resolutie. Normaal gezien moet er hier ook één watermerk zichtbaar zijn, maar dat is momenteel niet. En de kwaliteit is wel heel laag, lijkt mij, maar dat komt misschien goed. Nu, belangrijk om te weten is, zodra je afbeelding begint te slepen uit Stock hier in je document,
worden die ook automatisch toegevoegd aan uw CC-library, aan de actieve die op dat moment open staat. Dus daar moeten we wel een beetje een oogje in het zeil houden, dat je de juiste hebt openstaan, CC-library, want anders ga je per ongeluk andere libraries beginnen vervuilen. Okay? Dus daar moet je een beetje op letten. Die libraries zijn ook geïntegreerd in de website van Adobe Stock, dus daar kun je gemakkelijk gaan aanvullen of altijd hier gaan verder zoeken naar andere middelen. Goed. Ik heb natuurlijk alles al klaarstaan voor deze sessie, dus maar je ziet, je vindt hier 101 zaken die je kunt gaan gebruiken. Je kunt die daaruit slepen om een keer te plaatsen. Er staan ook Illustrator zaken in natuurlijk, dus die moet je dan wel met Illustrator gaan bewerken of als je daar iets uit wilt halen. Goed, maar het is handig, je hebt onmiddellijk alles bij de hand hier in uw libraries. En ik ga nu mijn finale erbij gaan halen die ik heb voorzien. Goed, en dan ga ik u nog een keer eventjes wat meer tonen van de workflow die dat eigenlijk toelaat. Dus stel, ik begin hier aan mijn advertentie. En ik wil daar een persoon gaan inplaatsen die zweeft. Ik ga nu eventjes een foto plaatsen die ik ook nog niet heb aangekocht. Dus hier kunnen we wel duidelijk zien dat daar een Adobe Stock logo nog over staat. En ja, ik kan dat natuurlijk niet zo gaan gebruiken zomaar. Volume? Okay. Ja, mijn collega geeft me soms het teken als er iets aan de hand zal zijn met geluid of beeld. Maar het lijkt te kloppen. Alles oké? Okay? Alles oké. Okay. Prima, dus dat beeld is nog niet aangekocht zoals dat je kunt zien, maar ik wil dat wel graag toch al uitsnijden. Goed, dat was een van de onderwerpen ook voor dit webinar, uitsnijden van beelden. Nu, ze hebben dat de laatste jaren uiteraard veel en veel eenvoudiger gemaakt. Wij hebben ook een nieuw gereedschap erbij gekregen, de Object Selection Tool noemt dat ding. Nu, dat is niet zo praktisch voor wat je hier ziet, bijvoorbeeld, voor die persoon uit te snijden. Hier hebben we betere tools voor. Maar het is wel een handige tool. Kan ik er eventjes die MacBook van daarnet open doen, die op mijn desktop staat, bijvoorbeeld? Goed. En die Object Selection Tool hier, standaard gaat die rechthoekige kaders gaan slepen en daarbinnen gaat die Content Aware Select gebruiken. Maar dat is niet wat ik nu echt nodig heb, die rechthoek natuurlijk. Oké, ik ga even ongedaan maken. En ik ga hem hier bovenaan op lasso-modus zetten. Nu, lasso-modus laat ons toe om heel quick en dirty toch te gaan tekenen. En ik probeer dit met zo vast mogelijke hand te doen. Hop. En nu gaat hij detectie binnen de selectie gaan doen. En zoals je kunt zien, heeft hij dat wel redelijk goed gedaan. Oké, nu, ik zou nog kunnen zeggen, hier missen nog wat randjes, maar dat is natuurlijk door het contrast met de achtergrond. Hier zien we dat die al een pak preciezer... Oké, een pak preciezer geselecteerd heeft. Dus dat werkt wel prima voor bepaalde objecten. Nu, voor deze persoon uit te snijden, ga ik hier de magische knop bovenaan gebruiken. Select Subject. Oké, Select Subject, ik... Klik daar gewoon op. Voilà. En je ziet dat hij al een redelijk goede selectie gedaan heeft van die persoon. Oké, goed. En dan ga ik direct naast de Select Subject knop hier bovenaan duiken in Select and Mask. Zijn er mensen die dit nog niet gebruiken of niet vaak gebruiken, Select and Mask? Kijk eventjes naar de chatpod. Oké. Goed, niet vaak tot niet. Oké. Dus de Select and Mask werkruimte die is eigenlijk speciaal ontworpen voor beelden uit te snijden. En zo goed mogelijk uit te snijden. Dat is helemaal gericht op detourages. Dus ik ben hier begonnen. Ik was toch begonnen met een selectie. Heeft die nu niet overgenomen, precies? Oké. Ah.
stond hier gewoon op nul. Dus wat kunnen wij hier allemaal doen? Nu, afhankelijk van hoe dat je die achtergelaten hebt, gaat die op een bepaalde manier opengaan. En ik ga hier even beginnen met mijn view te manipuleren. Dus rechts kan ik zeggen, oké, ik wil mijn uitgesneden beeld zien op een zwarte achtergrond. Je kunt ook kiezen voor een witte achtergrond, maar ik ga voor zwart. En dan hebben we daaronder een slider om de opaciteit aan te passen. Nu, als ik die op 100% zet, dan krijg ik eigenlijk mijn afgewerkt product ongeveer te zien. Dus hoe dat mijn toutourage op het einde van de rit er zou gaan uitzien. Dat is nog voor verbetering. Hier is nog wat verbetering mogelijk, zoals dat je kunt zien. Dus ik ga de Refine Brush Tool gebruiken. Dat is dat tweede, de Refine Edge Brush Tool. Dat is een lange naam. Ik ga die gaan gebruiken en die dient specifiek voor zaken zoals dat haar hier te gaan verfijnen. Dus ik schilder daarmee over het haar en ook hier. En dan zien we dat daar transparantie begint in op te treden. Dus hij is slim genoeg om die witte delen te gaan detecteren. Voilà. We hebben hier ook nog die een derde tool. Dat is gewoon keihard onzichtbaar of zichtbaar maken. Je ziet hier is er een gaatje in. Dat walk eigenlijk niet, dus dat moet terug zichtbaar worden. En met de alt-toets ingedrukt kan ik dingen onzichtbaar maken. En zonder alt-toets kan ik die wel weer zichtbaar maken. Okay. Dus ik maak hier weer zichtbaar, want ik had een gaatje in die arm gemaakt. Voilà, ziet er redelijk goed uit. Misschien nog juist eens kijken hier aan de vingers. Hop, en hier gaan we nog een beetje wegsnijden. Ik vermoed wel dat ik hier een stukje vinger heb weggesneden. Of toch niet? Okay. En hier ook nog een beetje van dat wit wegnemen. Dan is dat toch al ietsje properder. Voilà. Als je hier je selectie eigenlijk, of je masker, of je uitsnit verbeterd hebt, geoptimaliseerd, zo perfect mogelijk, dan kunnen we dit gaan afwerken. En ik ga hier aan de rechterkant bij de Output To optie, kies ik voor Layer Mask, of laagmasker. En zodra ik nu op OK klik, voilà, krijg ik eigenlijk een afgewerkte laag te zien met een masker daarop toegepast. Alright, goed. Dat is dan een beetje duidelijk voor iedereen. Ik veronderstel van wel. Goed, nu, we zitten nog altijd met een gewatermerkt beeld ook. En dit is nu het punt waarop dat ik even het gemak van Adobe Stock eigenlijk wil gaan tonen. Dus we zitten nog altijd met een gewatermerkt beeld. Ik zou zo ook heel mijn voorstel afwerken en naar mijn opdrachtgever sturen. En pas als die mij een akkoord geeft op het gebruik van die afbeeldingen, dan zou ik die pas gaan aankopen. Dus dat kunnen we op het eind van de rit nog doen. Maar hoe zou dat dan juist in zijn werk gaan? Want ja, in de praktijk nu, je koopt afbeeldingen aan, of op Shutterstock, of lage resolutiebeelden eerst nog, om een keer een voorstel te maken. Maar dat wil zeggen, als de klant dat dan goedkeurt, ja, dat je heel veel werk opnieuw gaat hebben natuurlijk aan het verwerken van die beelden. Dus hoe gaat dat eigenlijk hier in de praktijk? We gaan gewoon weg hier zeggen voor dat stokbeeld. Oké, ik ga het van hieruit doen. Hier zit namelijk een optie in, License Image. En dan kan ik effectief dat beeld gewoon gaan aankopen. Eentje van onze 477. Ik ga dat bevestigen. Dan gaat hij dat updaten. Het is hier al geüpdate in de CC-library. En nu is het nog eventjes spannend afwachten hier voor de afbeelding. Dus die is daar nu aan het werken. Maar omdat ik ook aan het streamen ben, gaat dat ietsje trager, heb ik de indruk. Oké. En die zou dan normaal gezien gewoon moeten vervangen door het hoge resolutiebeeld. Oké. Ik ga misschien eventjes mijn file een keer saven. En ik ga dat saven in de cloud documents dit. Dat is ook een nieuwe optie voor veel mensen. Als je je document saved in de cloud documents, ga je dat één op andere computers ingelogd met je Adobe ID ook ter beschikking hebben. Dus dat is dan niet meer lokaal op je computer, maar dat kan ook natuurlijk nog altijd.
Dus ik ga hier zeggen Save to Cloud Documents en ik noem dat Event Banner. Save. En dat is gebeurd. Ik ga gewoon eventjes een keer mijn documentjes sluiten en terug open doen om te zien wat er hier gebeurt met dat watermerk. Maar die lijkt dat niet te updaten hier onmiddellijk, hoewel dat hier wel gebeurd is. En dat is in hoge resolutie. Oké, maar hier nog niet. Mogelijk ligt dat wel aan mijn masker. Dus eigenlijk, ja, als we dan nu willen gaan verder updaten, ik ga het masker er nu eventjes terug afgooien. Ik doe gewoon nog een keer die select subject opnieuw, select en mask. We zien dat het watermerk dus inderdaad in het masker zat daarnet. Dus ik ga eventjes deze handeling gewoon snel opnieuw doen. Hier nog eens over schilderen. Hier ook. Voilà. En dan ga ik de arm gewoon terug eventjes bijschilderen. Even inzoomen. Mag natuurlijk wel propertjes gedaan worden. Een beetje kleiner. Goed, voilà. Oké, dit ga ik hier ook nog wat normaler maken. En daar is onze afbeelding. Nu, met een beetje meer tijd zou ik hier uiteraard ook nog alles een keer goed onder handen nemen of onder ogen, alleszins. Dus daarvoor dat je moet hier op de details gaan letten. En dan gaan we ook met deze functie natuurlijk gaan spelen. Om te kijken waar we nog kunnen verfijnen. Goed, uiteindelijk terug layer mask. Ik klik OK en ik heb eigenlijk een fijn uitgesneden beeld. Goed. Nu, ik wil hier een andere achtergrond in gaan plaatsen in deze creatie. En ik ga daarvoor niet gewoon een nieuwe laag gaan maken en die vullen met een kleur. Nee, ik ben een grote fan van deze lagen. En dat zijn speciale lagen dat wij hier hebben. In het menu onderaan van uw layerspaneel, daar vind je uw adjustments terug. Nu, bovenaan in dat paneel staan er drie die we eigenlijk alleen daar terugvinden. De solid color, de gradient en de pattern. En ik ga nu eventjes de gradient nemen. En dan krijgen we eigenlijk een oneindige fill layer als achtergrond, als laag eigenlijk. Nu, ik ga die ook eventjes op de basics gaan zetten. Ik ga gewoon een zwart-witte nemen. En ik ga die met zwart, maar een heel lichtgrijs nemen. Dat is iets subtieler. Goed, klik OK. En ik ga daar een radial van maken. Okay? Dus we hebben een verdonkering in het midden en dan licht naar de buitenkant. Ik kan die ook omkeren als ik dat wil. En misschien een scale een beetje opdrijven. Voilà. Goed. Heel subtiel. En nu ga ik dat onder de foto van die vrouw plaatsen. Goed, prima. Nu, waarom gebruik ik graag dit soort van layer hier? Omdat we voor social media toch heel vaak andere formaten moeten gaan maken. We gaan ook dit document mogelijk moeten gaan resizen als we bijvoorbeeld voor Instagram een vierkante afbeelding willen. En het handige hieraan, aan die gradient fill laag dat we hebben, is dat we die niet moeten gaan transformeren nadien. Dus die is oneindig, die breidt gewoon uit naar gelang dat jij de canvas van je document gaat aanpassen. Dus dat is wel mooi meegenomen, natuurlijk. Okay. Goed, nu, we hebben hier al één persoon in dat beeld staan. Ik ga mijn originele foto's hier toch voor gebruiken. Dus ik ga eventjes de foto van deze springende vrouw onzichtbaar zetten. En ik heb die twee foto's van die andere personen ook reeds uitgesneden. Nu, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb die uitgesneden en onmiddellijk teruggeplaatst eigenlijk hier in de bibliotheek. Nu, ik ga dat niet opnieuw doen, die springende vrouw hier uitsnijden. Dus, maar basically doe je je foto gewoon open, je doet je een uitsnit. En dan is dat heel simpel. Ik zal hem toch nog één keer quick and dirty doen. Dus we maken onze uitsnit en dan zeggen we, oké, ik maskeer dat. Nu, hoe krijgen we dit uitgesneden beeld in de CC library? Dat is heel eenvoudig. We geven daar eerst een naam aan. Jumping Woman 2.
En dan slepen we gewoon die laag integraal in onze CC-library. En nu maakt die daar deel van uit. Deze file kunnen nu ook gewoon sluiten en je hoeft die niet meer op te slaan, want hier hebben we nu eigenlijk ons uitgesneden beeld met masker. En dan werken we gewoon verder van op dit middel momenteel. Dus dat is wat ik ook gedaan heb voor deze twee. Die staan nu ook in een CC-library. En ik kan die nu heel gemakkelijk hierin binnenslepen. Ik ga die al gaan plaatsen. Ik ga ook dat meisje hier nemen. Voilà, die ga ik ietsje kleiner maken. En ik ga haar ook flippen. Voilà. Goed, zodat die in de andere richting kijkt. Nu, het lijkt mij dat die ietsje verder af staat als die jongen, dus ik ga haar foto ook onderaan gaan schikken. Voilà. Oké, goed. Dus daar hebben wij onze twee personen al. Oké. Nu, of dat je met CC-libraries werkt of niet... Een andere werkwijze die we hier kunnen hanteren is, stel we doen die hoge resolutie foto hier open en we saven dat toch nog op onze computer als een gewone file. Dus jumpingwoman2.psd, die mag zo blijven noemen. Dan kan ik alleen maar aanraden dat je voor social media productie niet gewoon gaat gaan beginnen copy-pasten. Want ik weet dat er nog veel mensen zijn daarbuiten die het zo doen. Zij zouden een selectie maken hier, of ze gaan die layer overbrengen naar dat andere document. Of we gaan gewoon gaan kopiëren en dan plakken in dit document. Maar ja, dat gaat een minder efficiënte workflow opleveren als we moeten gaan resizen. Dus wat dat we beter doen, is deze standalone opslaan. En dan in dit document... volgende gebruiken, file, place, en dan liefst nog linked. Want als we dat gaan doen, dan krijgen we eigenlijk net als in InDesign, voor de mensen die daarmee vertrouwd zijn, een afbeelding die nu geplaatst is in Photoshop en die gelinkt is aan het originele PSD-document. Alright. Waarom is dat goed? Omdat we dan maar één documentje moeten aanpassen om het overal te laten meewijzigen. Dus ik kan dit plaatsen in 100 banners als het moet. En als ze tegen mij zeggen, dat groen truitje, maak daar een keer onze huisstijlkleur van, wel, dan kun je dat gewoon doen met een adjustment layer in je bronfile en dan wordt dat overal netjes geüpdate in je andere banners. Ook dat gaan we aan bod laten komen in het volgende webinar, de Deep Dive in Photoshop. Dus neem gerust eens een kijkje en schrijf u in. Dan hebben we wat meer tijd om daarop in te gaan. Voilà, dus... Dit is vooral belangrijk, hè, mensen, naar de manier van werken. We gaan files gaan plaatsen, minder copy-pasten. Want copy-pasten is eigenlijk een beetje een destructief gedrag. En door te gaan plaatsen, worden we ook een beetje gedwongen van met smart objects te gaan werken. En die smart objects, die hebben ook alleen maar voordelen. Dus in mijn situatie nu hier, omdat ik dingen sleep uit de CC-library, heb ik cloud-linked smart objects. Dat wil dus zeggen, als ik dit ga opendoen, en bijvoorbeeld, die jongen zijn broek staat mij niet erg aan. Kan ik hier gaan zeggen, oké, kijk, ik wil die broek gaan selecteren. En ik gebruik terug die nieuwe tool nu. Hop. Dat eventjes zo doen. Voilà, die doet zijn werk. En die heeft dat toch wel redelijk goed gedaan. Nog een beetje bijselecteren. Hier ook. Hop. Dat hij dat goed doet. Voilà. Zien een keer. Zeer handige tool, hè, mensen, dit. Dus leert die zeker kennen. Nu, stel dat ik die broek hier wil aanpassen, hè, dan ga ik daar gewoon even een adjustment layer op gooien. Ik ga die colorizen. En ik ga daar gewoon een groene broek ervan maken. Okay. Goed. Groen is prima. Nu, het enige dat ik nu moet doen, is dit... sluiten, saven uiteraard. Dus wat wordt er nu gesaved? Dat is deze library asset. En zoals dat je kunt zien in Photoshop, is dat ook onmiddellijk geüpdate. Dus super handig als je dat beeld gebruikt in 20, 30 social media assets voor je nieuwsbrieven, you name it. Altijd allemaal gelinkt naar één brondocument. Alright. Goed. Dus zeer handig. Die octagon die ik gebruikt heb, ik ga dat nu zeer eenvoudig doen. Hè. Ik heb dat ding ook gewoon van de Stock website gehaald, van Adobe Stock.
Dus ik kan dat hierin gaan binnenbrengen. Nu, ik moet eventjes eerlijk zijn hier. Hier heb ik wel Illustrator eventjes voor nodig gehad. Want het origineel had niet zoveel blobs. Dus ik heb daar zelf nogal wat in verder gewerkt. En wat ik voor mijn eigen creatie had gedaan, is ook heel dat ding in Illustrator gewoon opgedeeld in verschillende delen. Dus zoals dat je hier kunt zien in mijn CC-library, heb ik de kleine elementjes apart. Ik heb de lijnen apart. Ik heb die centrale apart gezet. En ik heb ook die blobs allemaal apart. Als een element dat kan plaatsen. Nu, waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik dan natuurlijk kan gaan spelen met voor en achter. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik zet dat achter die personen. Ik breng die stripes hier ook in binnen, maar die gaan wel voor de personen mogen langsgaan, bijvoorbeeld. En zo kun je natuurlijk een beetje diepte in uw werk gaan stoppen. Voilà. Zo, en ik plaats dit ook nog erbij, natuurlijk. Ja. Dus hier hebben we dat grootvlak er nu bij staan. Dat laat mij ook toe om wat individueel met blending te gaan spelen. Dit ook voor de mensen dat het nog niet ontdekt hebben. Het blend modes menu dat we hier zien, dat is nu live. Wat wil dat zeggen? Als je daar gewoon over hovert, ga je het effect al te zien krijgen op je scherm. Vroeger moest er effectief op klikken. Ik vind dat een hard light wel een mooi effect heeft met de achtergrond. Ik ga dat zo laten en ik ga ook de stripes nog een keer voor mijn creatie hier zetten. Ik ga die ook nog wat groter maken, want ze staan niet waar dat ik ze wou hebben. Ze moeten ongeveer hier staan. Nu zie ik dat dat natuurlijk lossen door die jongen zijn gezicht gaat. Of dat ook niet echt de bedoeling is. Dus altijd goed nadenken hoe dat je dingen gaat gaan ordenen, natuurlijk. Voilà. Goed, dus heel belangrijk bij de manier van werken hier voor social media. Gebruik zoveel mogelijk smart objects. En dat gaan we ook eventjes doen voor tekst, bijvoorbeeld. Dus dat ga ik nu keihard gewoon hier doen. En ik ga hier een tekstje typen. Next webinar. Voilà, dat wordt Photoshop. Deep dive ga ik dat bijvoorbeeld noemen. Hop. En eerst eventjes alle tekst selecteren. Ik ga die wit maken. Ik ga dat hier ook iets kleiner zetten. Dit is vooral handig aan Photoshop. Heeft ook alleen Photoshop. Dat zijn de scrubby icons. Dus als ik hier een selectie maak en ik wil dat groter of kleiner, kunnen met deze icoontjes uiteraard gewoon scrollen. Vastpakken en scrollen. En dat geldt voor alles zo. Dus ik ga dit op twee lijnen zetten. Dan heb ik toch wel wat ruimte om dat groter te gaan maken. Maar ik wil het ook wat dichter bij elkaar. Dus ik ga ook hier scrubby de interlinie aanpassen. Voilà. En ik plaats dit hier. Iets kleiner. Alright, goed. Nu, stel dat ik hier ook weer meerdere artboards ga hebben of meerdere creaties, of ik gebruik die file voor een vierkantje van te maken, dan is het handig om bijvoorbeeld te zeggen, oké, kijk, ik maak hier een smart object van. En je kunt dat dus ook gewoon puur van een tekstlayer gaan doen. Ik rechtermuisklik op de naam van de layer. En ik ga hier zeggen, convert to smart object. Nu, dit is nu ingepakt. Wat zijn de gevolgen daarvan? Wil ik de tekst nog aanpassen, dan moet ik een smart object openen door erop te dubbelklikken. Maar vooral handig is, als je dat meerdere keren gebruikt, het zijn hetzelfde document of in verschillende artboards, dan kan ik dat zoveel keer kopiëren als ik wil. Ik moet gewoon een origineel hiervan open doen. En stel, we hebben ook een InDesign deep dive die we ook hebben voor jullie natuurlijk. Komt er ook aan. Straks eventjes bekijken. Kan ik gewoon aanpassen, saven, ik sluit. En als ik hier terugkom, dan zie je dat dat gewoon weg op alle plaatsen is aangepast. Dus ook hier weer is dan een zeer handige timesaver als je in bulk social media assets moet gaan maken. Hè. Je kunt je baseline of je copy of je CTA kunnen gewoon in een smart object gaan stoppen en dan op enorm veel artboards of in andere documenten gaan gebruiken als je dat wilt. Je kunt dat ding ook, die een tekst, als je dat wilt, in je library smijten. Dus ook dat kan. En dan kun je dat echt cross-document gaan gebruiken.
Dus de methode die ik hier heb laten zien, is goed voor binnen dit document te gebruiken eigenlijk. Goed, ik ga er hier een paar wegdoen. Ik ga enkel deze nog in het midden laten staan. Voilà. En dan heb ik eigenlijk al iets voor mijn event cover. Ik ga misschien nog juist mijn banner er hierbij zetten bovenaan. Oké. Altijd leuk om aan wat branding te doen. En dan nog een last but not least. Maar als ik kijk naar de tijd, ga ik me daar eventjes iets rapper doorgaan. Ik zeg het, dit komt ook in onze masterclass nog aan bod. In onze deep dive. Ik ga het animation of het timeline panel erbij houden. En timeline, sommige mensen hebben dat nog altijd niet ontdekt in Photoshop. Sommigen wel. Dat is waar dat je moet zijn voor je animated GIFs te gaan maken. Maar dat is een whole other story. We kunnen eigenlijk twee soorten van animatie gaan doen in Photoshop. Frame animation of timeline animation. En ik zou jullie wel aanraden van een keer met timeline aan de slag te gaan. Nu, dan gebeurt er een soort van vertaalslag van uw layerspaneel naar een tijdlijn uiteraard. En je ziet ook al uw layers hier gereflecteerd. En ik ga het gewoon eventjes snel tonen voor die jongen dat hier staat. Dus stel, die persoon, ik wil die zo op en neer laten deinen tijdens mijn animatie. Ik kan hier ook zien op de timeline dat ik 5 seconden heb momenteel. Ik ga het op die tijd voorlopig laten staan. Hè, dat is voldoende tijd. Maar hoe werkt dat hier eigenlijk? Hè? Dus de dude die ik hier heb en die ik wil animeren, ik kan zien in zijn laag, als ik die openklap, dat ik hier een transform, een opacity en een style heb. En de zaken die je hier opgesomd ziet, dat zijn de zaken dat je kunt gaan animeren. Nu, voor dat op- en neer bewegen, dat is een transformatie, want dat is de positie die wijzigt. Dus ik zet de stopwatch hier aan. Nu, dan komt er automatisch hier al een diamantje of een keyframe te staan en hij legt de huidige positie vast. Nu ga je zien hoe eenvoudig dat animeren is. Ik ga naar 2 seconden gaan. Ik zet mijn speelkop daar en ik verplaats gewoon die foto van de jongen. Ik ga die iets kunnen omhoog. Voilà. Zolang dat ik hier blijf staan met de tijdlijn, is dat goed. En je ziet dat hij automatisch weer een keyframe heeft gezet. En dat is omdat dit aanstaat. Goed, dus hier is hij onderaan. Voilà. En nu moet je eigenlijk terug naar boven, want hij moet daar weer keren. En dat is soms het moeilijkste. Je moet zien dat je coördinaten identiek zijn, anders zijn wij sprongetje. Maar zoals je ziet is dat nu min of meer geanimeerd. Ik ga dit ook in het midden zetten. Je kunt dat dus gewoon oppakken en dat perfect verplaatsen waar je wilt. Voilà, 2:15. Zo. Dan kunnen we dat een keer afspelen. De eerste keer gaat dat altijd heel traag, omdat hij nog eventjes moet renderen. Maar zodra dat hij dat gedaan heeft, gaat dat een pak sneller. Dan kun je dat een keer netjes gaan previewen. Voilà. Dus, ook al is dat voor een status, je kunt dat nog gaan animeren. Je kunt dit perfect gaan exporteren voor het web natuurlijk, als je dat wilt. Over de export voor web, dat is nog altijd Command-Shift-Alt-S. Voilà, en dan komen wij in de Save for Web-modus terecht. Deze werkt perfect voor documenten zonder artboards. Met artboards gaat dat niet. Dan moeten we een andere methode gebruiken, dat is voor het toekomstige webinar. Dus maar bij de Save for Web, let vooral een beetje op de zwaarte van uw beeld. Dat is het mooie van de Save for Web, die toont u dat nog. Maar bijvoorbeeld voor Facebook is het zaak dat je zo laag mogelijk blijft natuurlijk. Dus hier kun je wel gaan fine-tunen en zeggen, oké, 80, quality, kom wel in de buurt. Dan ik hem naar 65, voilà, 187. Ja, ik heb toch liever iets zwaarder en dan wat meer kwaliteit. Dus ik zou dat toch op 80 houden, denk ik. Voilà, perfect. En dan kun je dat gaan exporteren. Willen we hier een video van hebben, dan moeten we ook naar File Export en daar vind je een optie render video. En dan gaat hij gewoon je animatie dat jij hier hebt gemaakt, gaat hij die netjes gaan exporteren als een video. Voilà. Goed, ik vrees dat ik al een beetje over tijd ben hiermee, enkele minuutjes. Dus ik zou
hierop willen houden. Ik weet dat het kort is. Ik hoop dat er alvast een paar dingetjes in zaten die toch wel nuttig waren, of waar dat je iets van opgestoken hebt. En ik zou zeggen, zijn er nog vragen? Want ik heb wel nog tijd voor een korte Q&A-ronde. Alles duidelijk. Oké. Mensen. Top. Dank u wel, Anne. Dank u wel, Ingrid. Goed. All right. Dat is graag gedaan, Anne. Wel, als er geen vragen zijn, dan ga ik het webinar alvast afronden. Er komt zo dadelijk nog een evaluatieformuliertje aan. Dat is heel handig voor ons. Als je dat invult, dan weten wij wat dat we beter kunnen doen of wat goed zat ook natuurlijk. En daarna krijg je ook nog een mooi overzicht van al onze toekomstige webinars, want we hebben nog een hele zomer gepland voor jullie. Dus we hebben nog een hele zomer gepland en dan krijg je daar een mooi overzicht van te zien. De chat die blijft wel nog enkele minuutjes openstaan, dus moest je toch nog plots een vraag hebben, feel free to post en dan kunnen we daar nog op antwoorden. Bedankt voor het kijken iedereen en tot de volgende keer. Bye.